Christophe Daum voert maar liefst 5 wijzigingen door bij zijn entree. De nieuwe doelman is Jorkasevic. In de verdediging keren Hoefkes en Almenbeck terug. Vlemings en Vasquez vliegen dan weer naar de bank. De voordelen van Akpala en Rafailov. Bob Peters kiest gewoon voor dezelfde 11 die Anderlecht klopte. En zo lijkt het althans vooraf. Een wedstrijd tussen een topclub vol twijfels en een vereniging die plaakt van zelfvertrouwen. De scheidsrechter in Club Cercle heet Sebastien Delpriere. Ja, ook voor Christophe Daum is dit tafereel niet. Welkom in de Belgische competitie. Diraar snijdt naar binnen, vraagt daar centraal de bal op. Nabil Diraar. Nog altijd de actie met Nabil Diraar. Nieuwe ruimte met de linker. Ja, het is een eerste schot tussen de palen. Maar het was geen probleem voor Verbist. 8 minuten voor de rust. Rafailov doet het kort. En vindt daar Simling. Simling gaat knallen. En dan tegen Akpala aan. En zo is het een doeltrap natuurlijk. Nog even het hoofd van Akpala. Kon die bal moeilijk ontwijken. En gekadreerd was hij ook al niet. Kus. Diraar. Pacica nu. Rafailov heeft daar wat ruimte voor zich. En op links is er zeker ruimte bij Meunier. En Cornelis gaf hem veel ruimte. En dan de kopbal van Akpala. Het blijft allemaal bescheiden, het applaus. Hebben Cercle en Club het beste bewaard voor het einde van de eerste helft. Simling inspelen op Diraar. Diraar met een paar meter vrijheid. Rafailov. Geen penalty overtreding. Ook al wou Rafailov graag die penalty hebben. Rij speelt daar geen bal. Maar een echte penalty overtreding. Dat zie ik er ook niet in. En ze hebben alles onder controle bij Cercle. Maar nu toch lichte druk van Club Brugge. Doen ze er ook iets mee. Meunier in de 16. Akpala. Ja, dat was een van de dreigendste fases in de eerste helft. Maar zo gaan we rusten met 0-0. Cornelis. En Verbist. Akpala gaat wel jagen. Verbist raakt daar niet meteen van onder de indruk, maar levert wel in bij Hoefkes. Nabil Diraar nu. En Club Brugge speelt wel naar de kop in die tweede helft. Diraar gaat trappen. Wat een goal van Nabil Diraar. Het was perfect wat deze wedstrijd nodig had. In de 54ste minuut. De ingeving van Nabil Diraar. Niks aan te merken op die trap met links. En zo staat Club 1-0 voor tegen Cercle. Prachtige goal. Evers. Neto. Meteen de reactie van Neto. Bijna de gelijkmaker. Maar er was Jorkasevic nodig en de lat, denk ik. Evers met de voorzet. En dan Neto met de controle. Meteen links Jorkasevic en de lat. Wat scheelt het? Rafailov met de voorzet. En dan blijft die bal hangen. Geen buitenspel dan voor Diraar. Weer aan die linker zoeken. Nu de rechter. En ook dat lukt voorlopig niet. En zo blijft het 1-0. Maar de vlam zit wel in de pan. Mertens. Ja, inspelen op Evers. Het is een open wedstrijd geworden. Daar is Rudy. Nog eens Rudy. Rudy tegen de lat. Dat is de tweede keer. Bob Peters blijft rustig. Maar Cercle twee keer heel dicht bij een goal. Rafailov weer kort. En dan is het Simling zoeken. Simling. Bal die botst. En dan wordt hij afgeweken.
op de paal. En zo wordt het boeiender en boeiender. Rudy. Rudy verliest de bal door tussenkomen van Hugli. Refailov kijkt om zich heen. Refailov kiest daar voor Nabil Dirar. Die net aangesloten komt. Nabil Dirar in de 16. Refailov nu dan. Ook nu nog niet. Refailov en dan toch nog prachtig de linkerhand van Verbist. Kijk eens, dat is in blessuretijd op de Brugse bank. Ze zijn er nog niet helemaal gerust op. Ook dan niet. Verbist nog eens. Even staat er al lang voor in. Donk met het hoofd. Autoritair. Vitokele. Bal blijft hangen. Dit is het dan de kans. Jaszczuk. Tot twee keer toe. Jaszczuk. Nee. Zo lijkt het wel over. En zo lijkt de felbevochten zegen voor Club Brugge een feit. Die 1-0 tegen Cercle zal deugd doen. Het is voor Cercle nog maar de tweede nederlaag van het seizoen. En de zegen die zegt binnen.